Ik ook even ga doen, is alle standen. Of dat vind ik grappig. Ik heb vorig jaar ook gedaan, maar ik heb het alleen niet afgekregen. Ik vind het zo geniaal gezicht. Ga ik naar hem kijken, zie ik. Oh, even lekker hoor. Even keren weer om mezelf verwennen, het is weekend. Ik zal nog twijfelen, zou ik het wel of niet doen. Het is bijna 9:30 alweer. Kijk naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Sander Pat, zoals iedereen weet. Ik ben net wakker. Ik zit te denken, zou ik gaan douchen of zou ik gewoon lekker gelijk alles doen op computer? Wel even lekker eigenlijk te douchen en te aan te kleden. Douchen is wel even lekker eigenlijk. Weet je, ik ga wel even douchen. Wat ik wel ga doen is ook even vast alles aanzetten. Al staat hij al aan, maar beeld even aanzetten. Lekker radiootje bij aan. En dat dus. Ja, Ganja. Je krijgt ook zo eten. Oh, en even lekker een beetje wakker worden. Dan lekker voetbal kijken. Voetbalweekendje. En dan zie ik voor de rest wel. In ieder geval nu maar even YouTube kijken. Laten we dat in ieder geval lekker doen. In ieder geval editen dadelijk. Eerst even douchen, daarna editen. Dat wou ik zeggen. Ik zit helemaal niet, ik ben nog helemaal niet wakker. Ik moet nog wakker worden. Ik ga lekker koffietje lekker bij drinken. 1 of 2. En dan is het alweer klaar. Ik ga in ieder geval nu maar douchen. Zo, de voetbal heb ik aanstaan. Edit heb ik klaarstaan. Maar wat ik nu moet doen, is mijn grote vriend Kaya eten geven. Want die brokjes moet ik nog vullen van hem. En dat papa heeft nu ook doen. Zo. Even mijn zak maar openmaken. Hoppa. Even maar vullen. Zo. Ja, kan je. Ja, is even weg. Even weg. Zo, ja. Ga ik hem een beetje geven. Zo, hoppa. Hebben we dat ook gehad. En daarna de wedstrijd kijken. Deze tegen Twente, dacht ik. Er wordt wel wat, denk ik, die wedstrijd. In ieder geval, ik ga nu maar even lekker koffie zetten. Kopje pakken. En dan lekker koffie drinken. Daar heb ik even vertrek in. Zo. Laat een lepeltje. En dan ga ik het even afwas doen als ik het niet vergeet. Dus dat wil ik ook nog gedaan hebben. Zo. Maar ik heb het nieuws gehoord van Fase. Dat het helemaal beter gaat met hem. Dus dat is goed nieuws in ieder geval. Dus dat is mooi om te horen in ieder geval. In ieder geval even koffie pakken. Om lekker een bakje pleur te nemen. Een bakje pleur voor goede mug. Voor geen gezeur. Zo. Hop. Die maar even laden. En dan ga ik klaarmaken om lekker te editen. Want dan moet over afgemaakt worden. Ja, de vlog van de wedstrijd. Fijner tegen voor Cowet Eagles. Ik weet niet eens hoe laat ik ben begonnen, maar ik ben nu pas klaar met editen. En wat ik ook even ga doen, is alle standen van de Eredivisie bijhouden. Ik heb een tijdje niet meer gedaan. Dus we gaan even naar die app. En die app, nou, daar kan ik alle standen van de Eredivisie. Dus kan ik zelf maken op clubs. Kan ik clubs namen geven. En dan heb ik er even Eredivisie bijgehouden. Dus tijd heb ik NEC Vitesse gekeken. Vitesse met 1-3 gewonnen van NEC. En daarna andere wedstrijd kijken. Maar dan ga ik ook gelijk naar de internet. Om eigenlijk stand van de Eredivisie in te vullen. Ook op deze manier. Eredivisie programma. En dan hou ik mijn tablet bij en daar hou ik de stand bij. Tussentijd heb ik een zakje chips bij gepakt om even lekker te snacken. En dan gaan we even alle standen bijhouden. Zo. En kijk waar ik gebleven ben. Ik ben bij de derde speelronde. Nou, in ieder geval even alle standen maar doen.
En dat is dan derde is bij. Wie had van Feyenoord als eerst? Ja, 1, 2, 3. En dan Utrecht. Oké. Dus die ga ik even lekker invullen. En dan met voetbalbui kijken. En dan laten we dat maar even lekker doen. En dan ben ik de hele tijd de voetbalstanden van de Eredivisie aan invullen van dit seizoen. Of dat vind ik grappig. Ik heb het vorig jaar ook gedaan, maar ik heb het alleen niet afgekregen. Maar zoals jullie horen, zit eentje te mouwen. En later is het al een uur geweest. Het is nu 5 uur geweest. Dus dat betekent jouw eten geven, hè? Ja, laten we dat dan maar doen. Ik vind het heel geniaal gezicht. Ga ik naar hem kijken, zie ik, blijft hij zo staren. Hè? Ja. Gek beest. Even lekker voetbalweekendje. Deze weekend. En ik heb al besloten wat ik ga eten. Nou, ik zit nog een beetje besloten. Omdat ik nog aan het twijfelen ben. Dus ik ga nog over nadenken. Want ik heb 2 keuzes nogmaals. Dat is, rode kool. Dat is 6 oktober. Ja, dat kan ik nog eten. Wacht even. Vandaag is 1 oktober, maandag 2, dinsdag 3. Dus ja, dan wil ik dinsdag dit eten. Want dan doe ik dat wel. Want ik ga alleen even, denk ik, snel even brood eten. En tussentijd even maar eten voor kan je pakken. Zo, ik doe even rustig gepakt. Want dan zit hij het helemaal te krabben. Daar heb ik geen behoefte aan. Dus vandaar. Hè? Kijk eens jongen. Hoppakee. Zo, dan zijn je ook weer blij. En dan ga ik tussentijd de voetbalstand verder afmaken. En tussentijd ook voetbal aan kijken. En dat is AZ tegen Fortuna. En de stadsderby heb ik ook gekeken. Dat is Sparta, Excelsior Sparta. Met 2-1 gewonnen van Sparta. Oh, ik vind het gewoon leuk. Was even een lekker potje om naar te kijken, vond ik zelf. Maar ja, ik ga lekker verder waar ik mee bezig was. En dat is het vullen van de stand. En dan zit ik heerlijk te eten, broodje kroket. Oh, even lekker hoor. Even keer weer om mezelf verwennen, het is weekend. En ik zal nog twijfelen, zou ik wel of niet doen. Toch gedaan. En ik zal daarna nog twijfelen, zou ik kaasvlees doen. Of kroket. Toch kroket gedaan. En misschien dat ik hierna wel genoeg heb. Maar misschien dat ik ook hierna nog een kaasvleesje neem. Maar dan ga ik even kijken. Ik heb eigenlijk heel lang niet gevlogen, omdat ik even heel veel bezig ben op mijn tablet. Qua Eredivisie standen. Om in te vullen, dan weten jullie dat ook van, dat is. Voor de rest zie ik ook wel voetbal kijken. En tussen, ik doe het ook gewoon tussen de voetbal door. En ja, dat heb ik ook niet echt doen, omdat ik ook aan het voetbal kijken ben. Dus dan weten jullie dat. Ja, dat is gewoon mijn dagelijks leven wat ik doe. Weekend is gewoon voetbal. En ja, ik ga lekker verder met eten van mijn kroketje. Lekker maaien erop. Dat is het enige wat ik erop heb. Dus dan ga ik lekker verder van genieten. En de vlog van eens erbij kijken. Zo, heb ik gehad. En het is bijna 9:30 alweer. Ik ga lekker relaxen, rustig aan doen. En ja, ik zie wel wat ik verder ga doen. Ik heb net lekker niks genomen. Ik denk dat ik lekker chips ga eten. Ook even lekker. Even een snacken. Wel lekker even een klein snel momentje gegeten. En ik ga nu even YouTube kijken plus Twitch. Naar Vanessa, om zo te zeggen, op Twitch. Ja, ik weet niet wat ik anders moet kijken. Om nu te slapen vind ik te vroeg. Aan de ene kant wil ik nu slapen, maar ik denk, ik ben nog niet moe. Dus vandaar. Ik ga kijken wat ik voor de rest ga doen. Even lekker rustig dagje. Dat is even ook eens even lekker. Ik ga hem klaarmaken om naar bed toe te gaan, want het is nu precies 10 uur. Ik ga lekker klaarmaken om naar bed toe te gaan. Morgen weer een dag. En morgen weer vroeg op. Al heb ik daar geen behoefte aan, maar ja. Morgen weer werken. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze vlog. Ik hoop in ieder geval deze vlog leuk heb gevonden. Ik ga tussentijd even alles afsluiten. En klaarmaken om naar bed toe te gaan. En dan zeg ik alvast veel kijkers in een nieuwe vlog. Morgen om 1 uur. En zeg ik hierbij laters.